Sonic is de coolste en tofste game character aller tijden. Hands down, geen discussie mogelijk. Ik had alleen echter als kleine koos een probleem dat ik altijd de console van de concurrent had. Dus ik had geen Sega Mega Drive, maar ik had de Super Nintendo. Ik had geen Sega Saturn, maar ik had een PlayStation. Ik had geen Dreamcast, maar ik had een PlayStation 2. Dus toen de eeuwenoude strijd tussen Nintendo en Sega eindelijk begraven was en Sonic eindelijk zijn debuut ging maken op een Nintendo console, kon ik niet wachten. Want ik had de fucking GameCube. En op de GameCube kwam Sonic Adventure 2 Battle. Sonic Adventure 2, die kwam al eerder uit op de Dreamcast, maar kreeg een re-release op de GameCube met een aantal kleine veranderingen daarin door. Zo waren de character models beter, waren een paar dingen ook weer verwijderd uit de game. Doet er allemaal niet toe. Dit was mijn allereerste ervaring met de 3D Sonic en mijn allereerste ervaring met de Sonic Adventure. Nu is de vraag, kan deze game vandaag de dag nog mee? Laten we gaan kijken. Sonic Adventure 2 Battle heeft een van de vetste videogame intro's aller tijden en wint er absoluut geen doekjes om. Nadat Sonic gevangen is genomen door het leger, weet hij zich te bevrijden en beginnen we aan het openingslevel. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? That cog is gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the world? Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that hedgehog! Talk about low-budget flights. No food or movies. I'm out of here. I like running better. Dit level heeft alles wat je van een Sonic game hoopt te krijgen en mag verwachten. Snowboard sessies, wheel grinds, homing attacks, snelheid, vette cinematics en ook er is nog een hele fucking vette chase scene. Dat is een goede binnenkomen. Gelijk worden we geïntroduceerd aan de boss battle. En daar worden de eerste scheurtjes in de game al zichtbaar. De boss battle zelf is vrij simpel. Ren rond tot de battlemech geland is en ram hem dan op zijn cockpit. Niet heel bijzonder, zelfs een beetje saai, maar vooral de camera die is echt dramatisch. Na een korte cutscene verschijnt één van de eindbazen in de game, de Shadow the Hedgehog. Het is een korte showdown met vooral een hoop awkward dialoog en cringy cinematics. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on. The military has mistaken me for the likes of you. So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! En dan zijn we aangekomen op het punt waarbij deze game compleet uit elkaar valt. En dat is dat Sonic Adventure niet alleen om Sonic draait. Nee, helaas is de game opgesplitst in drie onderdelen. Er is namelijk ook nog het doodsaaie schatzoeken met Knuckles en het hersenloze buttonmashen met Tails in zijn stages. Laten we bij Knuckles beginnen. In elke stage moet je drie fragmenten van de Chaos Emerald vinden. Deze Emerald Shards zijn random verstopt in het level en met behulp van de monitoren die je hints geven en het sonarsysteem onder in beeld wensen ze je veel succes. Alle snelheid die hiervoor in Sonic Adventure zat, wordt ingeruild voor een slakke tempo. Het is niet te harde. Knuckles kan hierbij door het level heen zweven, op muren klimmen, zijn vuisten gebruiken en dingen opgraven. Maar het allerbelangrijkste nog, op geen enkel moment wordt dit leuk. Ik vraag me echt hardop af, wie dacht dat dit een goed idee zou zijn voor een Sonic game? En dan is er nog Tails. Tails' karakter wordt onthuld tijdens een boss fight met Dr. Robotnik, a.k.a. Eggman. De andere eindbaas van deze game, naast Shadow. Dit moet misschien wel het meest luie design ooit zijn, want het enige wat je hoeft te doen tijdens deze boss fight om Eggman te verslaan, is de schietknop inhalen. Dat is het. Niet meer, niet minder. Hey,
En dit vertaalt zich ook door naar de tail stages zelf. De uitdaging is absoluut nergens te vinden. Het enige wat je hoeft te doen is constant de schietknop in te houden en door middel van zoveel mogelijk combo's te maken haal je meer punten op. Eigenlijk hoef je nergens op te letten en storm je blind het level door. Vooral de irritante piepdam bij het blokken van targets is te tergend voor woorden. Na deze twee hopeloze stages is het dan eindelijk weer tijd om met Sonic aan de slag te gaan. En het levert meteen weer vette gameplay op. Een vet ontsnappingslevel waarna je daarna gaat opnemen tegen Shadow. So far, so good. Hey, that's... That blue hedgehog again of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh, you're not even good enough to be my... I'll make you eat those words! There's no time to play games. You won't even get the chance. En ook deze bossfight is eigenlijk weer een lachertje. De camera zorgt er meer dan eens voor dat je van de platform afgelanceerd wordt. En verder hebben de bossmechanics zelf ook niet echt veel om handen. Probeer Shadow gewoon 4 keer van de achterkant te raken en hij is er geweest. Maar zoals bijna bij alles in deze game, is de camera je grootste vijand. Dit geldt overigens voor alle boss battles. Ik heb nog nooit zo'n awkward mess aan bossfights gezien. Het lijkt wel op bejaardenseks. Het wil willen, maar niet echt kunnen en dan maar een beetje aankloten. Daarnaast is in de bossfight, zoals al eerder gezegd, je tegenstander niet eens je grootste vijand. Nee, die heeft zeker bewaard voor de camera. Boss battles zelf zijn op geen enkele manier uitdagend. Maar toch ga je zeker een paar keer dood, doordat de camera absoluut niet mee wenst te werken. Deze trend houdt stand tot het absolute einde van de Hero Story. Waarbij Tails de eindstrijd aangaat tegen Eggman in een showdown die niet langer duurt dan 30 seconden. Waarbij ik alleen maar heb zitten buttonmashen op de schietknop. Niet bijster interessant dus. Misschien weet het slotstuk met Shadow wel te verrassen. Nee, ook niet echt. Tijdens deze boss battle loop je letterlijk in het oneindige recht naar voren. Je probeert Shadow bij te houden en wanneer je bij hem in de buurt bent, hoop je hem met een somersault of een homing attack te raken. Maar de hit detection lijkt zo random dat ik er geen pijl op kan trekken. En ook hier treden oude problemen weer op. Camera, camera, camera. Na een aantal keer proberen heb je dan eindelijk Shadow verslagen en komt de Hero Story hiermee tot een ietwat anticlimactische einde. Naast de Hero Story is het ook nog mogelijk om de Dark Story te spelen. Dan speel je het verhaal vanuit de ogen van Eggman, Rooster Bat en Shadow. Deze stages zijn eigenlijk niet veel anders dan die van de Heroes en lopen eigenlijk vrijwel parallel aan elkaar. Eggman is Tails, Rouge is Knuckles en Shadow is Sonic. Wanneer je beide verhaallijnen uitspeelt, unlock je het officiële einde waarbij Sonic en Shadow de krachten bundelen, maar ik kon er niet meer opbrengen om nog één keer door die hel te gaan. Maar waarom bewaar ik dan zulke nostalgische gevoelens voor deze Sonic game? Er is zoveel mis mee. De camera, de lazy boss mechanics, de random hit detection, maar vooral de twee allergrootste kwaaddoeners zijn toch echt die Knuckles stages en die Tails stages. Toch hebben bij mij al die momenten van frustratie weg wanneer ik keihard door de Sonic en Shadow stages ram. Het is fun, tof gedesigned en vooral bloedsnel. Er gaat niets boven dat gevoel van tussen twee springkunstjes bouncen, een turbo pakken en vervolgens door een looping gaan. Als Sonic Adventure 2 alleen maar Sonic levels had gehad, dan was deze misschien wel de boeken ingegaan als een van de vetste klassiekers aller tijden die zich kan meten met de grootte der aarde. Maar dat is helaas niet het geval. En daarom kan ik Sonic Adventure 2 niet echt aan mensen aanraden om nog eens een keertje op te pikken. Alleen voor de allergrootste Sonic fans. Ik heb hem gespeeld. I hate to love it. Love to hate it. Sonic Adventure 2. You mean that black hedgehog? Bruh.